Hallo mensen. Hi. Mijn naam is Milan. Mijn naam is Sander. En jij kijkt naar dagelijks. Wat? Huh? 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 Kijk erboven eens. Er staat helemaal geen dagelijks idee. Hoe kan dat Oké. nou? Heb je je naam veranderd? Koetje, koetje, koetje. Hoe kan dat nou? Huh? Hoe kan dat? Staat ineens heel wat anders, hè? Ik denk dat we moeten gaan, want anders dan gaan we over de 15 minuten limiet. Oh ja, shit. Snel, snel, snel. Go, 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 go. Spelen. Ja, jij kijkt naar twee gamers. Yep. Ik ben de ene. En ik ben de ander. En Hey, dat is een goeie, die houden we erin. Sowieso. Ik ben de ene en jij bent de ander. Oké. Okay. En wij gaan beginnen met FIFA. Yep, FIFA 12. Hell yeah. We hebben het al een tijdje gespeeld tegen elkaar voor de lol. En Dit is toch ook voor de lol? het beviel ons goed. Nee, het is nou niet voor de lol, want we gaan nou echt serieus gewoon Oh, goed spelen. dit wordt weer een battle, net zoals vorig jaar. Ja. Oh. 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 Hey, kap eens. Die dingen gebeuren altijd als wij aan het opnemen zijn, hè? Die gekke laatste dingen. Ha. Zo, stel, komt er weer iemand die highlights van FIFA. Ja, dat was wel leuk trouwens toen. Ja, dat filmpje staat nog in mijn favorieten. Iemand die had de FIFA 11 highlights. Milan en Sander spelen FIFA 11. Nou. Je lacht je dood. Echt. Maar we gaan dus FIFA 12 doen. En, Zijn we al aan het doen? Hey. En welkom op ons nieuwe kanaal. Wat vind je van ons kanaal? Ik vind hem mooi. Ik vind hem ook mooi. Wie heeft de layout ontworpen? Ja, interesseert mij dat wel. Maar wat vind je er mooi aan dan? Ik vind alles mooi. En jij? Oh, Oh. sorry. Hier, wat loop je mij? Kijk dan! Ik zat aan je kont, ik vind Ja, je sexy. kijk! En dat is dus meteen het mooie aan FIFA 12 vergeleken FIFA 11. Je hebt zo'n Impact Engine. Dus in FIFA 11 hadden we volgens mij, voor mijn gevoel, al een Impact Engine. Want wow! Oh! Oh! Nee. Ja, wel. Goed begin voor mij. Group sex, group sex, group sex, group sex. Milan, er kijken nog steeds kleinere kinderen. Nou ja, het zijn gamers, alsof die nooit. Groep seks. Ik bedoel, alsof die nooit gewoon iets met seks hebben gezien op het internet. Huh? Hey. Komt op tenen. Ik bedoel natuurlijk iets heel anders. Ik bedoel, seks in spelletjes. Ik bedoel, meisjes in bikinis, Tomb Raider, noem het maar op. Tom. Die is toch echt damn sexy, of niet dan? Ja, maar niet altijd in bikini. Dat is waar. Je bedoelt gewoon dead or alive, volleybal, je weet wel. Bam. Dan lijken die dingen net meloenen. Oh, zo noemen ze dat ook altijd. Alleen die makers in Japan die nemen het altijd wel heel letterlijk. Maar oké, we spelen FIFA. Hey. Oh ja. Zwaar ook. En dit is Milan. Wat een fucking Oh mijn god. Echt Waarom ongelooflijk. speel jij altijd met Manchester City? Weet ik niet. Check dit. Oh. Oh, kut. Ik liep ook gewoon weg met mijn poppetje. Ik dacht, ik ga je bij het Ja, spel zo van, zetten. nou, dat doet hij toch wel even. Kijk eens wat een spel. Ja, FIFA. Oh, wat een spel. Oh! Ah! Yeah, gotcha! Nas, ribone. Nassiebal. Nassiebal. Oké, kom maar. Nassiballen. Dat hoef je niet zo te kennen. Ah, volgens mij is het trouwens ook nog geen enkele FIFA geweest waar ik geen seksgrapje heb gemaakt. Groep Ja, seks. helaas kunnen ze het niet meer terugkijken, die FIFA 11C. Oh! Die gaan. Hebben we nu al alles gereüpload of niet? Dat weet ik nog niet. Want we nemen dit natuurlijk op voordat het kanaal echt officieel is geopend. Maar we zijn van plan om dingen te reüpload'en. De beste dingen, de leukste dingen. Ja, yep, precies. Want
die historie mag niet verloren gaan in het handboek van Milan. Nee, zeker niet. En ook niet van jou. Nee, want ik mag het zelfs voor school gebruiken. Portfolio, al die filmpjes tussen. Ja, wazig jongen, ik wil ook zo'n school. Nou, moet je kopen. Waar dat? Schoolveilingen.nl. Oh, staat dat? Mhm. Dat is nieuw, dat is een nieuwe hype. Wow, wow! What the fuck deed jij? Ik deed hele leuke dingen. Ik zag het. Maar hoe deed je dat? Ja, dat weet ik ook niet. Ja. Oh! Ja, je wou gewoon hetzelfde doen! Hé, hey, gek. Dat ja? Ook nog, hoe doe je dat? Het is sliding. Dat is ook voetbal, hè? Oh! What the f... Oh! Nee! Oh! Oh! Nee! Oh! Oké. Wat is dat voor geluid? Dat was om de stilte te breken. Oh. Maar dat was gewoon even een stilte van... Wow, epic! Dat vind ik wel. Yeah, halftime bij de allereerste wedstrijd. We gaan weer 10 matches doen gewoon. Ja, je mag op A klikken. Oh, sorry. Mippie? Want we moeten op de 10 minuten limit komen, hè? Oh ja, tuurlijk. Nee, 15 minuten limit. Och, je hebt nog 5 minuten, man. Oh! Oh, ik wil je dollen, maar dat ging niet. Hey! Hoi. Nou. Wat dit? Ba. Wat de... Wat doet deze apending? Wat is dit? Kom even spontaan uit. Woep, 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 woep. Oh. Ik bestuur mijn keeper met mijn stem, hè? Dus dat ja, dat past ook gewoon perfect. En waarom zeg ik perfect met een verkeerde klemtoon? Omdat je met de V schrijft. Eigenlijk moet het zijn omdat je met de V zegt, maar... Ja, maar ja, je zei al wat anders, dus... Oh, halleluja. Nee. Wow. What the fuck? Magic. Oh, mijn moeder zal wel denken beneden. What the fuck? Wat is dit? Groepsex. Terug met die bal. Wow. Oh, lekker, jongen. Yeah. Oh, hij sprong me voor, maar het ging niet helemaal goed. Mascherano. Higuain. Wat? Wat? Slalom. Ha. Oh, jezus. What the fuck? En twee mannen ook niet op de grond gingen. Ik kogelde mijn eigen speler. Ho. Wil je eens ophouden met mijn spelers dollen? Ik dol ze toch niet eens? Ik ga er niet eens voorbij. Ik laat ze alleen maar zo van... Ah. Zo van, hè. Oh, nee, shit. Oh. Dat was echt een cliffhanger. Zo van, ja. Wat gaat er gebeuren? Gaat hij op de keeper of niet? A. Ja. B. Nee. Wat dan? C. C. Ik weet het niet. Hij liep ook vast net, what the fuck? Ja, dat bedoel ik, cliffhanger, echt zo van... Hé, hey, hou eens op! Ben je aan het pingpongen? Pingpong! Oh! Ja, dat doe je alleen maar om tijd te trekken. Ik zet hem even op aanvallen. Dan zet ik hem op ultra defense. Nee, fuck jou. Huh? Ja, dat is voor jou. Oh. Hij gaat gewoon door! Je, echt alles had er gewoon eens... Huh? Waarom neem ik de bal niet mee? Ja. Oh mijn god! Oh, dikke vieze penis met je anus op een kroketje. Ah, oh, dit is het, jongen. Dit is toch niet te geloven. Heb ik een kans tegen de Sander? De Sander? Ga je duwen? Ik duw je gewoon, hoor. Niet doen. Oh. Wat doe je nou?
Wow. Wow. Ja, ja. Dit wordt hem. Ik voel aan mijn tilbal dat dit hem wordt. Nog 5 minuten. Nee. Nog 5 minuten. Nog. Wow. Doe even fancy pass of zo. Oh. Daar ging ik heel rijden. Yo, Massica Panka. Yeah. I like. Yes. Nou, dat betekent piemel in het Chinees, dus... Oké, fuck. Shit. Oh! Ik drukte op B, want ik wou hem afpakken en toen kwam die bal en toen was het te laat. Je drukt op B en dan komt er dat Milan nog steeds de Xbox-controller hebt. Ik heb nog steeds mijn oude vertrouwde Logitech-controller, dus er is niks veranderd in controllers. En dit was het einde gewoon van de wedstrijd en ik win gewoon met 1-0. En ik sta gewoon 1-0 voor in het totaalklassement. Onterecht. Onterecht. Vind jij dit ook onterecht? Zet dan even in de reacties. En ja... Yeah. Wat valt nog te zeggen? We spreken jullie snel weer. Ajus! Yeah. Bye. Dit waren twee gamers. Jij bent de ene, ik ben de ander. Nee. Ik weet het niet. Dat weet ik nog niet.